Bij dit flatgebouw was één van de vier explosies. Er is veel schade. De ramen zijn kapot gegaan en het woord war, dat oorlog betekent, is op de muur gespoten. Ja, ik vind het wel erg. Ik ben er wel geschrokken, ja. Het is wel zielig voor de mensen die daar wonen. Dus ja. De politie doet onderzoek naar wie voor de explosies heeft gezorgd. Misschien heeft het te maken met de dood van een rapper, Biggie Dagoe, die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Het zou kunnen, hè, dat deze explosies te maken hebben met verschillende rapgroepen die met elkaar ruzie hebben. En als dat zo zou zijn, dan zou het kunnen dat het ook weer te maken heeft met de dood van Biggie Dagoe. Nou, dat is iets wat we nu onderzoeken en waar we hopelijk straks meer antwoorden op hebben. De echte naam van Biggie Dagoe is Denzel Silos. Hij hoorde bij de rapgroep Zone 6. Leden van die groep hebben vaker criminele dingen gedaan. Veel kinderen hier kennen hem van deze uitspraak. Is er geen eten meer op mijn bord? Eet ik gewoon de hele bord? Is er geen eten meer op mijn bord? Dan eet ik op die bord. Is er geen eten meer op mijn bord? Dan eet ik gewoon de hele bord. Ah! Ook hebben de kinderen ervan gehoord dat explosies misschien met een rapper te maken hebben. Ja, het is wel heel toevallig dat het dingen in dezelfde periode is gebeurd. Dus het kan wel met elkaar te maken hebben gewoon. Bang voor explosies? Ja, ik ben daar denk ik wel bang voor, want je weet ook niet wanneer het gebeurt. Je weet niet, ja, het kan gewoon gebeuren in je slaap. Ja, het is best wel erg, want er zijn ook onschuldige mensen die daar wonen. En het is ook erg voor hun. Ik snap natuurlijk dat het echt heel eng is, hè? Als je zo'n hele harde knal hoort. En wellicht moet je zelfs even je huis uit, omdat er onderzoek plaatsvindt. Maar weet wel, kijk, vaak worden die explosieven ook bijvoorbeeld in een portiek van een flat neergelegd. En daarbij is nog nooit een kind gewond geraakt. Dus in die zin hoop ik ook dat de kinderen ook weer niet te bang worden.